Erik Valkenburg, heb je kaakkramp alweer een beetje onder controle? Jawel, ja, dat is altijd lachen met Michel Breuen en Bartje Vriends. Mooie gasten. Is dat wel leuk om elkaar weer terug te zien? Je wordt nog steeds, je hebt nog steeds wel een warm contact. Ja, absoluut. Ook met Thomas Verhaar. En de jongens zijn gewoon topgasten. En als ik ze zie, is het gewoon hartstikke leuk even om even te kletsen. Als we nou kijken naar de wedstrijd van vandaag, hè? Die winnen jullie dan met 1-0. Weet jij nog wanneer Sparta hier voor het laatst bij ADO won? Ja, dat weet ik nog wel. 2009. Ja. Ja, dat weet ik nog wel. Jij was toen een belangrijk aandeel voor Sparta. Klopt, ja. 2-3 gewonnen, 3 goals gemaakt. Ja. Als we nou kijken naar de wedstrijd van vandaag, hè? Ja, die winnen jullie dan met 1-0. Denk je dat als we vanuit de Rotterdamse zijde eventjes bekijken, dat Sparta misschien toch een recht had op een puntje wel? Vind ik moeilijk te zeggen. Het was best wel een rommelige wedstrijd, denk ik. Eerst zelf zeker. Ik denk dat wij als ADO zijn een licht overwicht tweede helft hadden. Maar dat die bal van Muren kan natuurlijk zomaar binnenkantje paal inglijden. Dus weet je wat is terecht? Ik weet het niet. Het is 1-0 geworden en het was een mooie pot. Zeker voor ADO belangrijk, hè? Want daardoor kan je weer een beetje omhoog blijven kijken in plaats van dat je in die onderste regionen blijft zitten. Ja, sorry. Dat klopt en dat is ook wat we willen. Want we willen gewoon lekker in die middenboot voetballen en zo snel mogelijk afstand nemen van de onderste regionen. En dat hebben we nu een beetje gedaan. We zijn natuurlijk nog nergens, moeten gewoon door. Maar het is voor ons wel heel fijn. Je bent de hele tijd met die gasten staan lullen, maar volgens mij staat het rillen van de kou. Ja, ik heb het koud. Ja, dat klopt. Ja, ik moet ook echt even naar binnen en douchen. En het is mooi geweest. Gaan we het heel kort houden. Als je terug naar je eigen wedstrijd, hè, tegen je oude club, hoe voel je het zelf gaan? Het was een andere rol voor mij. De technische staf zei dat ik het goed had ingevuld. Ik heb gedaan wat ik kon, gevoetbald. Bijna een goal gemaakt, maar hij wilde er niet in voor mij. Je stond ineens links buiten? Ja, in ieder geval links buiten. Ja, klopt. Een beetje links hangend. Ik heb geprobeerd te voetballen waar ik kan en een goal te maken. Maar helaas, een goal viel niet. Tot 2 keer toe schoot ik op de keeper, geloof ik. Of werd geblokt. Ik heb mijn plezier gehad deze wedstrijd. Ja. Lekker warme douche pakken. Ja, dankjewel.